Liefde, lust, ontrouw, seks en jaloezie. Liefdebedrijvend Nederland geeft zich bloot in Lief en Leed. Hier is Mylène de la Haye. Ongeveer 70% van de mannen bezoekt wel eens of gaat regelmatig naar een prostituee. En nu hoor ik alle vrouwen denken, gelukkig hoort mijn man bij die 30% die niet gaat. En dat zullen we even in het midden laten. Ik wil niet stoken in een goed huwelijk. Maar het oordeel van een van mijn gasten is bikkelhard. Elke man is een potentiële hoerenloper. Dus ook die 30%. We hebben er in ieder geval 5 in de studio en hopen vanavond van hen te horen hoe het eraan toe gaat achter die plusje gordijntjes. Vincent, Gerrit, Peter, Henk en Nico, hartelijk welkom. Jongens, is dat wel een woord wat jullie graag horen? Hoerenloper? Voor hoeren is het woord hoer een geuzennaam. En voor mij is het woord hoerenloper ook een geuzennaam. Een geuzennaam? Een geuzennaam. Iets waar je trots op bent. Je draait het om gewoon. Oh. Je wordt door de hele maatschappij veroordeeld. Er is niemand die ermee naar buiten durft te komen. En daarom dat je deze geuzennaam kiest. Heel goed. Ik zag jou nee knikken. Nee. Ik vind... Het woord hoer vind ik een verschrikkelijke benaming voor een vrouw die je amuseert en waar je mee bezig kan zijn. Het zij een kwartier tot 20 uur. Maar ik vind hoer... Respectloos vind je het? Loper vind ik tot daar en toe. Maar hoer, nee. Dat, nee. Nou, ik denk dat het ook weer aan ligt hoe iemand het... uitspreekt. Je kan het ook met respect, want op zich de term hoer, dat, je kan het zeggen als heel minderwaardig, denigrerend, maar je kan het ook gewoon, het is een benaming. Ja. En in die zin is het dan niet, vind ik, minderwaardig. Dus als je het liefst zegt van hoer? Nou, gewoon een, ja, kijk, het is toch wel een heel verschil. Ja. Maar het wordt vaak, op de denigerende manier wordt het vaak inderdaad gebruikt. Dat, ja, Gerrit, wat vind jij van hoerenlopen? Als woord? Nou, ik ga in wezen met hem mee. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal klanten dat minder geslaagd vindt. Dus prostitutieklant is ook zo raar. Ja, dat is wetenschappelijk. Maar prostitutieklant vind ik wel een goede. Of klant. En hoer. Nou, tot voor kort was dat inderdaad de geuzennaam van de hoerenvakbond. Om maar eens een zijstraat te noemen. Ja. Maar ja, daar schijnen ze ook een beetje op terug te komen. Hier zo links en rechts. Dat zijn van die... ja... De tijden veranderen wel eens een beetje. Ja. Maar dat moet je natuurlijk in wezen aan de vrouwen zelf vragen. Maar ja, dat ga ik doen, Jacqueline. We hebben er een in de studio. Wat vind jij van die naam? Nou, ik vind dat we ons gewoon wel hoeren moeten noemen. Ik ben zelf dan werkzaam in de escort. En dan zeggen ze, nee, je bent geen hoer. Jij bent meer een callgirl of zo. Maar ik vind dat onzin. Ja. Dus iedereen die zich... Beestje moet een naam hebben. Ja, iedereen die met dit werk geld verdient, is gewoon een hoer. En ik vind ook, als je het maar vaak genoeg zegt, dan ween je er vanzelf aan. Want die nare klank die het heeft, die moet je eigenlijk juist ervan afhalen. En als je het woord gaat vermijden, dan blijft het een nare klank houden. Ja. Dus gewoon gebruiken. Ben je het er mee eens, Carla? Nou ja, ik denk ook het woord hoerenlopers, dat je daar ook een andere benaming aan kunt geven. Multiseksueel geaard mannen bijvoorbeeld. Ja, dat is een goeie. Allemaal multiseksueel geaarde daar. Ja, ja, best wel. Ja. Ja. Wie van jullie is ontmaagd door een multiseksueel, hoer? ik noem het gewoon even hoeren, mag hè, Jacqueline? Ja, dat is mij wel gebeurd. Ja. Jij, Gerrit, vertel eens. Hoe ging dat? Ik was nog vrij jong. Hoe oud? Dat wil zeggen, niet zo jong meer dat ik het niet mocht. Want ik was ver boven mijn 20. En dat was in de oorlog. En het was notabene in hetzelfde dorp waar ik nu woon. Leeft zij daar nog? Wat zei? Leeft zij daar nog? Die hoorde jou heen? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar zij was bestempeld als dan, laten we even dat woord gebruiken, alhoewel ik het een verschrikkelijk vies woord vind. Maar zij was bestempeld als hoer. Ja. En, Jacqueline zei net dat ze het niet erg vond, het woord. Ja, ja, zij kan dat wel niet erg vinden, maar mijn gevoel kan zij niet veranderen. Nee. Begrijp je? Wie is nog meer ontmaagd door een prostituee? Gerrit. Nee, je vergis je. Ik vergis me. Nee hoor, ik had een hele lieve vriendin de allereerste keer en ik heb vreselijk geklungeld. Dat was een geklungel? Dat was, de eerste keer was geklungel. En de eerste keer na een prostituee, was dat ook geklungel? Nou, toevallig ben ik die avond gelijk 2 keer geweest. Hij denkt, ik begin meteen goed. Dat had zijn reden.
Wat dan? De eerste keer was inderdaad geklungel. Omdat ik had los geld bij me. En dat was iets van 60 gulden, geloof ik. Maar we moesten daarvoor alle twee op de wallen. Dat was zijn idee overigens een beetje. En ja, dat aardige meisje, dat deed alleen daarvoor de rok omhoog. Nou ja, dat lukte niet. Het was Naatje Pink. Dus hij had gelukkig nog een cheque bij zich. Dus toen hebben we het gelijk overgedaan op het Oude Kerksplein. En dat was meteen kleertjes uit en zeg maar hoe je het wil hebben. Kijk, dat is veel leuker. Wat een rijkdom voor zo'n jonge man. Ja, was wel een leuke ervaring, ja. Wist je wel waar je moest beginnen? Of? Nou, ik had natuurlijk mijn eigen ervaringen bij vriendinnen al wel, hoor. Maar deed je andere dingen nu? Nee, zeker de eerste keer niet. Nee. Ben je blij dat je het overleeft? Vond je het eng? Nee, nee, nee. Ik vond Nico, de eerste keer dat jij ging, vond je het eng? Ja, ik vond het wel heel spannend, zeg maar. Meer spannend. Ja. Het ging eigenlijk een beetje vanzelf. Gewoon van, al weg van school naar het ouderlijk huis toe. We woonden wel op kamers. Oh, jij jezelf nog op school? Ja. Nou ja, academie was het allemaal goed. Ja, ja. Zo'n hoge, zo'n woord. En nou, ging eigenlijk naar huis toen. Opeens dacht ik, ja, ik mag toch even een ommetje langs de wallen. Nou moet er toch eens een keer van komen. Dat lijkt me toch wel spannend. Had je al lang over gefantaseerd, hoor? Ja, toch wel, ja. Nou, dat was een prima ervaring, een hele goede ervaring. Ik heb wel eens gedacht van, was het maar niet zo'n goede ervaring geweest, want dan had het een hoop geld gespeeld. Hoeveel geld heb jij al uitgegeven, denk je? Niet meer, ik ben er bij elkaar was om 250 keer geweest, dus dat is niet meer te tellen. 250 keer maar al? Weet ik ook niet precies. Ja. Ja. Tussen de 50 en de 100. Kan het verslavend zijn, Gerrit? Verslavingsgevoelens zijn mij ook niet vreemd geweest, maar dat heb je met alles wat waarop een taboe rust. Nico, jij wil nog wat zeggen? Nou, ik zeg, het maakt het juist extra spannend natuurlijk. Gewoon dat taboe en alles wat niet mag, ja, dat trekt iedereen aan, lijkt mij. Vincent, hoeveel hoeren heb jij bezocht in jouw carrière? Ja, dat zullen er ook wel gauw 250 zijn natuurlijk. 250. Houden jullie dat bij? Is dat een soort... Je weet of je één keer per week bent geweest of één keer per maand. En als je dan over 20 jaar rekent, nou dan kom je daar wel uit. Op wat voor moment bedenk je nou als man, ik ga vandaag eens lekker naar de hoeren? Wat voor moment is dat? Ik bedenk het nooit eigenlijk. Je bedenkt het niet? Nee, het gaat altijd van... Opeens komt het in je op. Ja, en dan moet het ook? Ja. Maar ik woon op de Nieuwmarkt en dat is, nou ja, dat is om de hoek bij de Wallen. Ja. En ik rij in zo'n... Ik ben dus gehandicapt en ik zit... Ah, dus je bent buurtgenoot? Ja, we zijn buurtgenoot. Ja, buurtgenoot. Ja, ja. Als ik haar tegenkom, dan zeggen we niks, toch? Nee. Nou, waarom niet? Van, hoi, hoe gaat ie? Maar is het geen van jullie echt verslaafd? Zouden jullie zonder kunnen? Het is vooral verslaafd natuurlijk als je verliefd wordt. En dat is mij ook verschillende keren overkomen. Verliefd worden op een nieuwe... Dat is ook een van de regels die ik altijd propageer. Word niet verliefd. En ga daarom ook nooit vaker dan, zeg maar, 3 keer naar dezelfde hoer. Want anders dreigt die band, die al te innige betrekkingen, hè? Ja. En dat kan ontaarden in verliefdheid. Het gebeurt ook best wel vaak, het is een klassiek verhaal, dat een vader zijn 16-jarige zoon, of weet ik veel of die 16 hoeft te zijn, meeneemt naar een prostituee om daar zijn eerste seksuele ervaring te hebben. Komt dat vaak voor? Het was een fenomeen dat we zagen in de vorige eeuw in de hogere kringen. Nu niet meer? Nee, want dat is niet helemaal waar, hoor. Dat vaders wilden dan hun buurmeisjes beschermen tegen de driften van hun zoon. Want die buurmeisjes moesten natuurlijk ook netjes trouwen. Ja. En dan konden ze de activiteit leren bij prostituees. Het schijnt nog altijd voor te komen. Ja, ik denk wel dat het veel minder is nu, omdat gewoon de meesten toch al met 12, 13 jaar in die richting experimenteren. Bovendien, als je een boekhandel binnenloopt, er staan 10 seksblaadjes. Het is veel opener natuurlijk. Gerrit, vind jij dat mannen dat een goede manier is om je seksuele carrière te beginnen? Jawel, hij krijgt, als hij daar geen ervaring mee heeft en hij is dus, heeft de jaren bereikt dat hij zoiets zou willen doen, want daar gaat het ook nog op natuurlijk. Ja. Want dat ligt er ook nog aan wat voor jongen het is. Huh? Als je een vrij gezonde jongen hebt, dan moet een vader dat kunnen doen. En ik zou het iedereen aanraden ook. Het ligt ook aan wat voor meisje hij krijgt. Ja. Je hebt natuurlijk in die branche heb je meisjes die het puur voor het geld doen. Nee, maar die kies je vader dan toch goed uit. Ja, maak het nou. Ja, nou, dat is een oude connectie van hem. Wat denk jij nou? Ja, maar ik vind het toch, het kan beide kanten. Als het inderdaad een meisje is die niet alleen voor geld doet, maar ook gewoon om een man te plezieren.
dan spreek je over een heel andere. Maar je hebt ook gewoon die puur voor het geld doen. En die doen vrij zakelijk, hoor. Hoe ben jij ontmaagd, Peter? Niet door een prostituee, gewoon door een meisje waar je een leuke avond mee hebt. En het is zo leuk dat het in bed eindigt. Ja. Ja. En wat was leuker, de eerste keer met een meisje of de eerste keer met een prostituee? Eerlijk zeg. Ik denk dat het met een prostituee, ook weer afhankelijk van wat voor type je hebt, wat voor persoon, net zo prettig kan zijn als met een meisje waar je gewoon een leuke avond mee hebt gehad. Ja, Henk zit echt te knikken. Er is een reactie. Ja, ik denk dat de prostituee die het alleen voor het geld is, geen goeie is. Ik denk, ze moet ook dat gevoel hebben, en dat zie ik in mijn werk. Een meisje dat goed is, heeft er zelf plezier in ook. Bij de een meer dan bij de ander, oké. Maar ze moet een bepaalde... Ik zou het zelf niet kunnen. Het gaat ook hoofdzakelijk om de sociale contacten die je onderling hebt. Ik werk in een club en daar vind ik komt onze functie erin. Als ik merk dat een man geen ervaring heeft, of dat hij bijna geen, of helemaal niet, dan zoek ik meestal een meisje voor hem uit. Waarvan ik weet, die doet dat leuk met hem. Die heeft dat geduld. Ik vraag me af hoe deze mannen gewone vrouwen eigenlijk zien. En, nou, we zijn ook gewone vrouwen. Oeps. Er zijn geen maar ik heb het over vrouwen. Die wij er anders uit. Nee, absoluut niet. Mijn vraag is ook hoe zij gewoon met relaties met vrouwen omgaan. En ik kan me voorstellen dat het een niet met het ander te verenigen is. Jawel. Te verenigen niet? Ja. Is het te verenigen? Het is te verenigen, alleen als je er behoefte aan hebt, vind ik. Kijk, ik was 37 toen ik ging trouwen. Ja. En ik ben 23 jaar getrouwd geweest, ik ben nu weer gescheiden. Maar ik zou je eerlijk vertellen, in die 23 jaar ben ik niet met een andere vrouw mee geweest. Want ik had aan mijn vrouw genoeg. Ik ben niet zo'n hele wilde, hoor. Niet zo'n, zo'n sekspiraat. Ik vind het een leuke bezigheid. En of dat je nu met een animeervrouw, een animeermeisje bezig bent, of met je eigen vrouw. Je gaat in je hier de brein, dat is belangrijk. En je gaat combineren. Dat doe je gewoon. Ja, maar Henk, zij is lief tegen jou omdat jij haar geld geeft. Jawel, dat geld dat geef je vooruit, dat betaal je vooruit. En ze vragen altijd 100 gulden. Gaat vooraf? Ja, dan vragen ze altijd vooraf. En dan vragen ze 100 gulden. En dan zeg ik, nou sorry, maar ik heb niet meer dan 55 gulden bij me. Ik moet met de tram nog terug. Mm-hmm. Dus ik heb maar 15'tjes. En dan zegt zo'n Grietje vanzelf wel, ja kom maar. Nou, reactie. Ja. Hij dinkt af. Ja. Kan dat? Nee. Ja, wel, het gebeurt er wel. In een club kan dat niet. Nee. Oh, in een club? Ja, daar weet je niks van. Nee. Hier is nog een reactie. Wat zegt u? Nou, wat die meneer nou zegt met dat afdingen, daar klopt echt helemaal niks van. Ik exploseer zelf ook een bedrijf. En ik heb ook dames zitten. Wat die dames ook zeggen met dat ze denken niet aan geld. Nou, ik heb al honderden meisjes aan het werk gehad. Ik heb een heel groot bedrijf in Thailand. Elke vrouw denkt aan één ding en dat is aan geld. En dat is eerlijk waar. En niet omdat ik het zelf exploiteer, dit bedrijf, maar... Einde van het werk, einde van een liedje, als de meiden uitbetaald worden, zitten ze allemaal in het boek te kijken, mee te tellen. Er tel maar één ding, dat is geld. Ja, en zo is heel het leven. Dat ze toch ook naar de zin hebben gehad, omdat die avond dan ook avondvullend is geweest. Dat de mensen en de klanten het naar de zin hebben gehad. Naar de zin, natuurlijk wel, maar dat hebben ze bij mij ook wel naar de zin. Ja. En ik vind de meiden hartstikke lief die bij me werken en ik vind u ook hartstikke lief. Maar we denken maar aan één ding, dat is al geld, dat is maar alleen maar. Alles om. Ja, u verdient toch ook gewoon geld ermee? Tuurlijk verdient het ook. Milena doet ook voor het geld. Maar ik rijd liever in de Porsche. Ja, dit werk, hè? Ik heb geen bijbaantjes. Wat het plezier in de werk heeft. Er is een reactie. Nog een keertje. Het meisje wat het plezier in de werk heeft. En dat is niet alleen voor een prostituee, dat is ook voor een boekhouder. Als je plezier in je werk hebt, dan zou je het meeste verdienen. Ja. Wie het meeste verdient, heb ik naar je zin. Gaan jullie naar vrouwen waarvan jullie denken, die doen het met plezier? De meest levenslustige. Levenslust? Niet de mooiste, niet de knapste. In zijn boek, dat zeg jij heel goed. Iemand die een beetje vrolijk staat te bewegen. Dat zeg jij. Dat vind ik, daar was ik nog niet op gekomen. Maar hoe kun je nou zien of een vrouw levenslustig is als ze daar achter het raampje zit? Hoe zie je dat? Nou ja, precies wat je kunt toch onderuit zitten en van bekijk het maar. Hè, maar iemand die daar dus een beetje staat te swingen en zo. Dat is best leuk. Ze staan te swingen ook van een kommerschatje. En als je voor de tweede keer langskomt en ze herkent je en laat dat voelen, dan klikt er iets. En het is heel moeilijk uit te leggen. Wat altijd de test is, dat is even een praatje maken en dan dus zeggen van ik moet er nog even over nadenken. En dan zie je dus hoe iemand reageert. Ja, maar je bent toch iets schoenen aan het kopen?
Ik doe dat altijd. Ja, je hebt wel schoenen. Nou ja, zo maar zijn het dan wel dezelfde vrouwen waar jullie ook eventueel mee zullen trouwen? Dus ik vraag me af of een van de heren getrouwd zijn. Makkelijk zat. Ik ben getrouwd geweest. Volgende week gaan trouwen. Maar dat slaat nergens op wat u zegt. Nee, nou ik vind. Ga je trouwen met een prostituee? Nee, ik heb het niet over de vrouw. Ik heb het over de type vrouw. De type. Meneer zegt laten dat we nou eerst even vaststellen dat in de discotheek precies hetzelfde selectiecriterium wordt gehanteerd. Daar ga ik ook niet eerst iemand naar zijn diploma's vragen. En heb ik het ook niet over het goede karakter. Ik val op het uiterlijk. Ja. En de daarom vraag ik, zijn het dan dezelfde type vrouwen waar u opvalt, waar u een relatie eventueel mee zou hebben? Ja, eventueel een relatie. Jij zou wel willen trouwen met een prostituee. Nee, maar dat vroeg ik niet zo. Oops, sorry. Nee, ik vroeg dus echt of het dezelfde type vrouwen, of je daar een relatie mee zou opbouwen. Je krijgt wel als een meisje, waarvan je, laat ik het zo zeggen, want ik laat meestal een meisje komen. Je krijgt wel als een meisje waarvan je inderdaad denkt, als je die in een café zou ontmoeten en je zou gezellig mee aan de babbel raken, dan zou het misschien inderdaad je verkering worden. Ja. Alleen je weet gewoon dat je een meisje laat je komen, die is er voor een uur. Als zo'n meisje vaak komt, dan gaat die verhouding gaat ietsje veranderen, maar dat is gewoon meer op vriendschappelijke basis. Je weet dat het in de regel nooit een relatie wordt. Heb je wel eens geprobeerd om er een te versieren, Nico? Nee, ik nog nooit. Nee, je kan ook gewoon alleen puur voor de seks gaan. En dat, dat is juist prettig. Het is juist prettig om naar een. Jij hebt een relatie, hè? Ja. Zij weet dat jij prostituees bezoekt? Ja, ze zou eerst nog in het publiek gaan zitten, maar ze is het allemaal niet meegekomen. Ze dacht, ik heb dat anders. Nou goed, de relatie is nu wel een aflopende zaak. Maar, maar zij heeft al die tijd geweten. Ze heeft me zelfs een keer naar de hoede gebracht. Ja? Waarom moet u nou zo lachen? Die moet je nooit weten. Maar dat is voor een echte verhouding. Ik was wel een soort vraag. Wat zouden de heren vinden eigenlijk als het andersom was? Dus de heren zitten netjes thuis en wij vrouwen gaan ze regelmatig geven naar de hoeren. Laten heel ons interessant eerlijk hypothese. Ja. Oh, prima. Gelijk doen. Mogen wij dat, mannen? Onze stichting heeft ook man, vrouw en prostitutie. En dan zeggen we gewoon, de kinderen laten we even bij de man, want we moeten even verwend worden. Uitstekend. Kijk, wat is het grote probleem van tegenwoordig? Al die uiteengevallen gezinnen. Met allemaal die kleine kindertjes die niet meer weten waar ze thuis horen. Dan zijn ze een paar dagen bij pa, dan weer 2 weken bij ma. Hoe zou dat kunnen worden opgelost wanneer we wat meer prostitutie zouden hebben? Pappen naar de hoeren. En als ook vrouwen in de gelegenheid zouden zijn om gewoon heel nuchter iemand te bellen of langs de ramen te lopen. Het is de laatste eens een keer geprobeerd. Ik heb een vraag voor de vrouwen hier in het publiek. Waarom willen wij dat niet? Nel wil even het woord. Ja, ik geloof dat we gewoon moeten erkennen dat mannen en vrouwen toch anders in elkaar zitten. Ja, mannen maar hebben allemaal. Maar mannen hebben toch meer die behoefte om af en toe eens vreemd te gaan. Ja. En ik zou liever hebben dat mijn relatie dan af en toe naar een club zou gaan, dan dat hij er een vriendinnetje op na zou houden. Dat is veel bedreigender voor mijn relatie. Vrouwen willen ook graag op handen misschien gedragen wel, maar worden. Mannen meer. Die willen ook graag gewaardeerd worden. Het is lastig die worden voor vaak jullie, genegeerd door een echtgenoot. Even een klein verhaaltje. Hè. Ja. Ik heb een hele lieve kat, dat is mijn bedgenoot, bovenop de dekens. En 's ochtends om 4 uur, dan komt ze wel eens even bij mij krabbelen. En dan weet ik al precies wat er gebeurt. Dan zeg ik, Lena, heb je het weer nodig? Kom maar even bij de baas. Oké, nou, dan gaat ze lekker tegen me aan liggen, hè? Lekker in het holletje. Ja. En dan pakt ze dus de staart en gaat er hevig aan sabbelen. Dat is kennelijk haar lekkere plekje. En dan zeg ik van, ach god, arm beest en dit en dat. Afijn. Maar goed. En dan pakt ze jouw staart. Nou, dat wou ik nou net zeggen. Ja, die hebben dus een heel ruw tongetje, op die op een gegeven moment, dan is dat beestje, die is lekker en die gaat er weer weg. Ik doe in wezen niets anders. Jij vergelijkt jezelf met ik ga op een gegeven moment, als ik daar trek in heb, en dat is meestal niet om 4 uur 's nachts, maar ga ik dus even de hoek om. En dan heb ik daar inderdaad een hele aardige vrouw, waar ik nu op dit moment aan moet denken. Ja. En ik kan niet aan mijn eigen staartje sabbelen, dus dat zal zij moeten doen. Nee, dat moet je heel lelijk maar, zijn. Maar voor de rest, het gezellige contact, dat iemand je even in zijn armen neemt, hè? En dat doet zij dan. Dat vergat ik dus even in de gauwigheid te vertellen. Dat doet zij dus. Hè. Dat is heel grappig. Het is een Zuid-Amerikaanse. En zoals zij... Spreekt zij nog jouw taal? Want die kat kan niet praten, maar ja, zo'n slim. Ja, nee, ze heeft een Nederlandse nationaliteit. Maar het punt is dat... op een gegeven moment wordt er een knop omgedraaid. En dan is het er helemaal voor jou. Ja. En dat word je verwend. Dat denk jij dat ze van jou is, hoor. Maar daar gaan we het straks over hebben. Die over dat theaterspel. Wordt aan het eind weer afgerond. Gerrit, sorry, ik moet even afronden.
Vrouwen die in de prostitutie werken gaan er altijd prat op dat ze heel veel mensenkennis hebben. Dat moeten Carla, Jacqueline en Nel, deze dames, na de reclame laten zien als ze proberen te ontdekken hoe onze gasten zich gedragen tijdens een hoerenbezoek. Tot zo. De dames zitten er al helemaal klaar voor. Aan jullie de vraag, hoe denken jullie, hè, want jullie zeggen altijd, wij hebben heel veel mensenkennis, dat leer je toch, als je prostituee bent? Ja, gaat vanzelf. Ja, hè? Ja. Vincent, hoe denk je dat hij zich bij een prostituee gedraagt? Vincent is een kenner, hij heeft het boek Tibet op de Wallen geschreven, hij heeft er heel veel dames bezocht. Wat voor mannetje zou het zijn? Ja, ik ken zijn boek, dus wat dat betreft... Heb je het gelezen? Ja, Carla. Nou, zijn boek ligt nu momenteel bij mij op het nachtkastje. Heb je het al gelezen? Ja, ik ben er voor de helft in bezig. Ik vind het best leuk omschreven hoe je alles zo hebt weergegeven. Maar ik vraag me af, Vincent, bezoek jij nou ook eigenlijk wel de clubs? Nee. Hij is een raamganger. Ja, ja, hij is een echte raamganger. Maar daarom wil ik ook het niveauverschil van club en raamganger. Daar zit een hemelbreed verschil tussen. Ja. Waarom ben jij een overtuigde raamganger, Vincent? Leg eens uit. Omdat ik in een club... Ik ben natuurlijk vaak genoeg ook in clubs geweest, hè. Daar zijn er 6 meisjes. Het is zelfs op de Wallen vaak genoeg gebeurd, waar ik dan 250, 300 vrouwen achter het raam zie staan, dat ik ook onverrichte zaken naar huis ben gegaan. Dan kun je het vinden. Gewoon niet. Ja, ik kon mijn keuze niet maken. Is niemand van de heren eigenlijk bij macht om gewoon naar een café te gaan en gewoon een vrouw gratis te versieren? Of zijn ze die kunst niet machtig? Waarom? Kunnen jullie een vrouw versieren? Nee, het is helemaal mis met me. Nou, ik denk... moet het altijd verveeld, moet het altijd verveeld, omdat je dan iets vaak, krijgt? Hoe vaak hoor je dus niet, dat als een man dus gaat versieren, op de versier toe gaat, dat je vrouw hoort zeggen van, oh god, heb je weer zo'n macho. Hij denkt maar, hij wil maar één ding. Dat wordt heel vaak man, gewoon toch zo. Een slimme man is ook laat zo. Het niet merken. Een slimme man laat het niet merken, maar ik bedoel een beetje veel directer als je zegt van, ik ga al die omwegen niet maken. Ik ga naar een prostituee toe, ik leg daar geld neer en ik weet dat ik dan seks krijg. Dus is het gewoon eigenlijk een soort verkapt gat in het matras? Waarom is het zo nodig? Ik merk dat ze niet vaak in cafeetjes komt. In een cafeetje waar ik regelmatig kom, daar zitten gemiddeld 20 man binnen. Er komen dan 5 vrouwen, waarvan de 3 alcoholist zijn, 1 te oud. En de andere die overblijft, die kan kiezen uit 20 man. Zoals u hoort kom ik uit Limburg. En in Limburg is op elke hoek van de straat een café. Maar jouw vraag was, wat is nou het verschil? Kunnen jullie gewoon een vrouw versieren? Of willen is het een alternatief voor een gewone vrouw? Een prostituee? Nee, maar jongens, we hoeven ons helemaal niet te gaan verdedigen. Maar we kunnen echt vertellen wat de voordelen zijn. Ja. Het voordeel wat zijn de voordelen? Nou, je weet gelijk waar je aan toe bent. En no strings attached. Dus de koffer, die heb je al. En no strings, nou prima toch? De betaalde liefde is de meest eerlijke liefde natuurlijk. Hè? De meest open en zonder achterbaks. Geen toneelspel enzovoort. Geen toneelspel? Geef mij nou eens de eerlijke vrouw die tegen jou zegt van... Godverdorie, je mag er wel een kale kop hebben, maar je hebt wat. En ik wil met je de koffer in. Nou, dat gebeurt, maar is mij nog nooit gebeurd. Ben je dat nou? Maar de vraag was, ben je niet in staat om... Jij zegt trouwens net betaalde liefde, maar het is natuurlijk betaalde seks. Heeft liefde er iets mee te maken? Nee, het is geen seks. Nee. Oké, okay, en Nel, heeft liefde er mee te maken? Hoe liefdevol kan een hoerenbezoek zijn? Heel liefdevol. Heel liefdevol. Wel, absoluut wel. Ja. Uit ervaring heb ik dus meegemaakt dat ook een hoer verliefd kan worden. Oh, dat is drama's. Op een gast van me. En dat heb ik regelmatig meegemaakt. Nou, het leed is niet te overzien. Ja. Wat voor emoties en gevoelens bij zo'n vrouw loskomen. En hoe ze daarin vastzitten. Ja. Zijn verliefd voor 30 minuten. En daar houdt het bij op. Wat zeg je? Nee, verliefd zijn voor 30 minuten. Nee. En dan houdt het op. Nee. Ik denk dat je al je liefde kan geven voor in de betaalde liefde. Je wordt ervoor betaald. En ik denk, als je de deur dicht doet op een gegeven moment... Dat zeggen we, nou prima, de volgende. Nee, maar luister nou, we zijn toch allemaal mensen? We zijn toch mensen? De hoeren en de hoerenlopers, we zijn allemaal dezelfde Zeker, mensen. Zeker, ze hebben gevoelens. Maar als ik 150 gulden betaald krijg om lief te lachen en een paar te streven, dan doe ik dat ook wel als ik dat misschien behoefte aan heb. Ja, je moet verdiepen in de psychologie van de prostituee. Lees nou eerst eens zijn boek maar. Als hij achter het raam staat, hè. Als jij daar achter het raam zou staan, dan zou jij zeer vereerd zijn... wanneer daar een man binnenstapt, want die heeft de keuze uit 299 andere vrouwen. Dus
Wat zou de grootste verrassing zijn als diezelfde man 2 weken later weer terugkomt bij jou? Lieve schat, het is toch een vlees. Een groter compliment kan een vrouw niet krijgen. Ja, maar als hoer zelf, als ik het woord mag gebruiken, die kan, ik kan zelf niet. Het is een vleeskeuring. Hij weet toch niet wat voor karakter die vrouw heeft? Nee. Zij moet vereerd zijn omdat ze mooie tieten heeft. Nee, maar hij zegt, maar hij komt er terug. Ja, daar komt het dan op neer. Wat voor vlees in de kaart heeft. Als hij de tweede keer komt, dus niet meer. Ja, nee, maar als een man bij mij voorbij komt en die heeft een bierbuik en mag Joost weten waar ik dagelijks niet naar zou kijken. En die komt voorbij. Moet ik dan vereerd zijn dat hij bij mij binnenkomt? Nee, maar jij doet dan heb ik het recht opeens niet meer om kijk, het nee te zeggen. Kijk, dan moet jij niet lonken. Dan moet je je hoofd omdraaien. Dan moet iemand zichzelf doen. Sta niet naar hem te lonken. Zo gaat het op de wallen. Ja, dan moet je dan moet je een ander vak kiezen. Dan moet je gewoon een ander vak kiezen. Maar Carla, het vak van prostituee is natuurlijk ook wel een hoop theaterspel. Je moet natuurlijk, schatje, wat ben je lekker, schatje, wat ben je groot, schatje, wat ben je dit. Nou, de dames bij ons maken daar ook een spel van, inderdaad. Vertel eens, hoe gaat dat? Hoe gaat die begeleiding? Nou, de begeleiding is als wijsjes bij ons dus voor het eerst komen werken, dan hebben wij toch wel een bepaalde richtlijnen naar hoe we naar de mensen toe gaan. En de dames die moeten die mensen wel entertainen. Daar ja, ze moeten hun toch gezelschap geven. Is het geen ego-boost? Jullie willen altijd gelijk no teatro. Nee, dat hebben we dus met theater te maken. En de dames maken. Oh ja? Dus ja, die vrouw ligt daar van, oh Gerrit, en dan zeg jij... Nee, zo gaat het helemaal niet. Maar als jij voor de tweede keer bij ons in de zaak komt, dan word je herkend en dan gaan de dames naar je toe en dan zegt, hallo Gerrit. Daar stink jij niet in, Gerrit? Ik word al door de dames bij mij om de hoek herkend. Ja, nu helemaal. Ik word er midden tussen, dus dat is nooit een probleem. Vincent mag het woord. Ik zou eens aan de dames willen vragen of ze wel eens een traantje hebben weggepinkt in de bioscoop bij een mooie speelfilm. Dat is ook een illusie. En het is allemaal nep. Ja. Het is allemaal voor de poen. Het is de illusie. Ah, ja, ja. Dus jij laat je graag bedotten, vindt hij. Je laat je meegaan in de emoties die daar op een hele knappe manier op het witte doek of achter de gordijntjes op de wallen. Ja. Als het goed gebeurt, dan spelen we het spelletje mee. Waarom niet? Ja. Ik vind het wel een goede vergelijking. Ja, als het toch goed gebeurt, dan is het toch af. Dan is het toch goed. Ja. Prachtig. Ja, wij mannen zitten zeer simpel in elkaar, hoor. Het is een kwestie van... Het is niet waar. Ja, hoor. Wij draaien onze eigen film wel af. We hebben niet voor niets een liefdespel. We hebben niet voor niets de term liefdespel. Ik zeg altijd, seks is een spel en prostitutie is een toneelspel. Maar het verschil tussen spel en toneelspel is niet zo groot. We spelen allemaal een rol. Milene heeft nou ook een rol hier. Ja. Ik sta je waanzinnig te acteren. Nico, ben jij het ermee eens wat zij allemaal zeggen? Nou, het maakt mij niet zoveel uit hoor, wat er, of het theater gemaakt of niet. Want je bent ervan bewust. Ik, als ze het doen... Je weet het wel. Ja, je bent er gewoon van bewust en laat ze dan hun gang maar gaan. Maar ik verwacht het niet. Wat heb je liever? Een vrouw die gewoon rustig ligt? Gewoon een beetje... Nou, ik neuk sowieso wel haast niet met de hoeren. Want dat vind ik toch niet zo'n smakelijk idee gewoon. Oh, het wipje niet. Nee, het idee dat er 30 voor zijn geweest en na jou nog een keer 100 of zo. Dat vind je niet prettig? Dat idee, nee, dat hoeft voor mij niet. Nou ja, ik heb weer andere mensen. Ik heb een vraag aan die blonde dame. Je zegt dat je in een club werkt. Hoeveel meiden werken er en hoe gaan jullie met elkaar om? Ja, gewoon als een grote familie, ook naar de klanten toe. Ja. Dus... Maar deze meneer hoor ik daarnet zeggen, het draait allemaal om geld. En dan kun jij wel heel romantisch zeggen, grote familie. Maar hij zei, het gaat om geld. En dat is de prioriteit, ja. Maar met name dat je ook de harmonie daarbij nog eens onderling hebt. Tuurlijk wel. Maar kijk, je probeert altijd als een grote familie met elkaar om te gaan. Dat is de en je weet zelf, net zo goed als ik, van dat je ook een hoop kutnight hebt gewoon. Onder elkaar, hangt dames onder elkaar. Kutnight? Het hangt van de club natuurlijk wel. Maar als jij een nieuw meisje aanneemt, wat gewoon heel lekker eruit ziet. En dat jij denkt van zo, die gaat geld verdienen van mij. Hè? Dan zie je die andere meiden, die zie je al kijken van jezus. We gaan het eens even hebben over het gedrag van de hoerenloper. Want de stichting Man, Vrouw, Prostitutie heeft een soort reglement voor de hoerenloper. Een soort 10 geboden opgesteld. En daar gaan we eens eventjes naar kijken. Thank you.
De 10 geboden van Gerrit. Nou, dat zijn nogal wat dingen waar die mannen allemaal aan moeten denken. Gerrit, wat wordt nou het meest met de voeten getreden? Door jou. Nou, dan zou ik ze alle door jou, door jou, door jou. Bekijken. Ik heb ze zelf opgesteld, dus ik vermoed dat ik me er redelijk aan houd. Jij vindt jezelf de ideale hoerenloper? Ik denk dat ik een vrij redelijke klant ben, ja. Dat denk ik wel. Ja. Ik ben met één punt in ieder geval niet eens, dus niet beschonken zijn. Jij bent wel beschonken. Als ik nuchter ben, ga ik sowieso nooit naar dat staat ook in, hoor. Dat je niet moet drinken, dat heb je overgeslagen. Mag ik promillage zijn, Gerrit? Nee. Dat is weer het kwestie van Naatje Pink, hè? Wat is dat, Naatje Pink? Want dat zei er net ook, ik begrijp dat niet. Oh, dat, ja. Nee, maar dan moet je niet raar opkijken. Wist ik ook niet. Nou, daar hebben we nooit last van gehad, hoor. Oh nee? Nou, nee. Ik heb daar niet. Maar Nico krijgt geen Naatje Pink als die, nee. Maatje Pink als die beschonken is. Naatje Pink. Kijk, het nadeel van Naatje Pink. Maatje of Naatje? Er is hier een Babylonische spraak waar we niet meer uitkomen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om een klein pikkie. Ik denk al van een aantal. Nee, het heeft niks met een klein pikkie te maken. Ho! Het is een slap pikkie. Een slap pikkie? Ja. Met een lekker klein pikkie kun je meer als met een slappe grote pik. Zo is dat. Heb jij een klein pikkie, Gerrit? Het wordt veel te brutaal. Sorry, ik neem hem terug. Ik heb het niet gehoord. Goed zo. Ik trek hem terug. Ik denk dat een aantal van die geboden, hè, als je dat zo... die overtreed je waarschijnlijk als je een vrouw die je hebt beschouwd als een stuk vlees, van die heb ik gekocht en ze moet maar doen wat ik wil. Ja. Of je hebt een stukje respect voor die vrouwen. Ja. En je spreekt duidelijk af van wat vind je prettig, wat vind je niet prettig. Dat is een heel verschil. En als je dat respect hebt, dan denk ik dat je 8 van die 10 geboden eigenlijk van nature dan al houdt. Ik heb er net ook gehoord van jullie er is wel eens, een man wordt wel eens verliefd op een prostituee. We hebben een uitspraak van Nel. Mannen die dat doen zijn naïef. Zij gaan geloven in het toneelspel wat hun wordt voorgeschoteld. Nou, dat vond ik wel leuk dat ik naïef was toen op tijd. Nee, we hebben het over de klant nu. Ze gaan erin op. Peter, ik zie jou klikken. Je moet gewoon heel realistisch daarover zijn. Je huurt die vrouw voor een uur. En dan kan je, in dat uurtje kan je heel prettig contact hebben. Daar zit seks bij. En als het contact prettig is verlopen, dan zou je de volgende keer dat je het opbelt, bijvoorbeeld met escort, zou je in eerste instantie naar die dame vragen. Maar je gaat niet, je moet voor jezelf die rem erop hebben zitten van het is niet iemand die je ergens zomaar ontmoet en daar ga je een relatie mee opbouwen. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens, maar van mijn eigen ervaring, als jij regelmatig aan je mag het noemen hoe je het wilt, maar noem maar behoeftes, kan toegeven, dan sta jij een stuk relaxter wanneer jij eens een leuke vrouw tegenkomt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het, maar we hadden het over verliefdheid. Ja. Kijk, behalve dat ik soms verliefd ben geworden, werd het meisje ook wel eens verliefd. Mijn gewoonte ging dat was wel eens tegelijk? Dat... Ja, jij... dat ging ook wel samen. En toen? Nou, dan linkersoep natuurlijk. Maar dan wordt het weer net een gewone, vaste relatie. En dat is nou net de reden waarom ik nou de laatste 10 jaar geen relatie meer wil. Omdat het altijd gedonder wordt. Een relatie wordt altijd gedonder? Ja, bij mij. Ja, bij mij ook. Maar ligt dat aan ons of ligt dat aan jullie? Nee, dat ligt aan mij. Dat ligt helemaal aan mij. Maar het doet er ook voor mij niet meer toe. Ik heb het veel te leuk. Nou, ik zou het wel anders willen. Maar ik ga er nog even een stelling tegenaan gooien. Deze is van Theo Heuft, eigenaar Jap Jum. Mannen zouden minder naar prostituees gaan als vrouwen beter hun best zouden doen. Gelul. Nee, ben ik het volkomen mee eens. Ben jij daar mee eens? Oh, ik hoor gemor en gemok. Jongens, ga naar de microfoon. Dat is niet waar. Niet waar, vertel. Nee, dat is uit de middeling. Misschien gaan ze juist naar de hoer omdat ze gewoon niet goed in bed zijn. En kunnen ze daarom geen vrouw mee krijgen? Ja. Hoe zijn jullie in bed? Volgens mij is het echt anders zo. Welke literatuur je ook leest, wat in de Verenigde Staten is er heel veel. Wat niemand flikker aan. Want ik ken jullie zijn niet goed, zo goed. Zij zegt, u gaat naar de hoeren, want u bent niet goed in bed. Kort samengevat. Ja, je gaat dus dat zeggen dat je dat wel flauwekul. Dat is voor gelul. Nee, dat is ook flauwekul. Maar jij zei, er staat zich iemand op te winnen. We waren allemaal mee oneens. Wat was dat nou? Mannen gaan inderdaad naar de hoeren. Dus omdat ze het lekker vinden, omdat ze het leuk vinden. Ja. Omdat nee, laat hem even over iets anders willen praten als vaatwassen en stofzuigen. Is het ook niet maar zo? Dat kun je alleen maar met vrouwen bespreken. Nou, nee, andere dingen ook wel, want je hebt kinderen en daar heb je natuurlijk ook meer over. Maar
Ik geloof dat het gewoon een ontspannend geheel is om je heerlijk eens met een andere vrouw te amuseren. Laat ik het even zo zeggen. Want ik ben ook wel eens bij iemand geweest, nou, het nummertje zat er niet bij. Alleen een praatje maken. Ja. En dat kind gaf me ook mijn geld nog terug. Kijk, ik denk dat je gewoon realistisch moet zijn. Ja. Daar wil ik graag op reageren. Kun je dat niet gratis bij de buurvrouw? Die misschien ook... Wat zei? Dat die ontspanning kun je in principe ook gratis bij... Ja, niet iedereen woont in Limburg. Wat is dat ja, nou? Ja, maar... Zeg, rustig, ik kom ook uit Limburg. Ik vind een beetje gelijk wel. Ten eerste vind ik, liefde is sowieso... Daar komt het dus nu bij kijken, dat het een... two-way treated. En daarmee wil ik ook zeggen, als het seks niet goed is, wat niet alleen aan een vrouw moet liggen, dus ook aan een man, dan is het voor een man op dit moment toch makkelijker om dan naar de hoeren te gaan, terwijl wij dan met een houten bek zitten. Wat is dat voor vrouw? Nou, ik kan je gelijk adres geven. Nee, want de bakker die komt voorbij en de kolenboeren, de melkboer die komt allemaal. Genoeg voor ons. De bakker, de melkboer. Nee, maar er is net, en dan heb ik het weer een ander boek, er is net een verdomd goed boek gezegd door Esther Voet. Iedereen noteren, ja, elke vrouw. Dagboek van een en Shai Shahar. Ja. Sharar. En daar lees je in dat het wel degelijk zo is dat vrouwen terecht kunnen. En bovendien... Ja, maar er is maar één gigolo en die is er net mee gestopt. Dit is gelul, dat is gelul. Je belt gewoon 006 en je vraagt even naar Club He en She. En anders nee, maar bel je het gaat maar niet om de of wij nou naar een club kunnen. Maar. Daar bedoel ik niet. Maar het wordt nu een stelling gegeven dat als wij dus slecht in bed gaan, mogen jullie naar de hoeren? Nee, ach jongens, maar we hebben het er helemaal niet over wie goed in bed is. Het gaat er gewoon om, wij houden van variatie. De stelling van Theo Heuvel was, als vrouwen beter hun best zouden doen, zouden mannen minder naar de hoeren gaan. Dat is de stelling. Nee, is niet waar. Oké, Nel, reageert. Ik denk juist, en dat is, vind ik een beetje de groot woord armoede erin, mannen komen niet alleen voor die seks, tenminste niet bij mij in de club. Nee. Die komen voor dat stuk gezelligheid, voor dat babbeltje. Ja. En dat vind ik wel eens, die kwamen ze alleen maar voor die seks. Dat is een dan zou geen vrouw daar eigenlijk problemen mee hebben. Zou ze denken, ik wil niet meer, ik hoef niet meer, ik ben ziek. Hoppa. Maar ik denk ja, maar dat die is niet in strijd met die stelling. Hij zegt, als vrouwen wat beter bedoelt, hun best dat is, zouden doen, bedoelt hij niet alleen seksueel. Moet eten. Nee, maar verandering die spijs moet eten? Ja, dat is dat ook. Nee, maar die psychische verhalen, hè, problemen, met name natuurlijk in het relationele, dat is veel zwaarder dan even een wip. Ja. Ik vind dat er weinig wit wordt eigenlijk. En daar knappen de meeste vrouwen op. Ik zeg ook altijd, als jullie zeker weer goed gesprek boven maken. Want ik krijg wel eens de indruk dat we helemaal niet gewit worden. Dat is ook onzin. Maar 10% van de klanten, dat zijn toch pratertjes? Ja, 10%. Veel hoger hoor. Dat is een duur gesprek. Oké, reactie. Ja. Ik ben het helemaal niet mee eens met die mevrouw wat ze zei. Want ik denk gewoon dat de man en de vrouw heel anders zijn. Een vrouw die gelooft in liefde. En bij liefde komt seks. Maar bij een man zou het meer zijn dat seks staat los van de liefde. Het is gewoon een lust. Ja. Heel goed. Ja. Dus wij vrouwen... maar ik denk toch... niks om handen. Eigenlijk zo'n heel clubgebeuren. Goed, ze komen er een keer. Maar ze trekken die deur achter zich dicht en ze zijn weg. Het is eigenlijk maar dit is zo'n cliché. Ja? Vrouwen willen warmte en genegenheid en mannen willen lust. Het is een zandbak voor de mannen. Wat zou je er nou van zeggen als ik de volgende keer met mijn vriendin in jullie club binnenkom? Maar ben je welkom. Ja, prima. Ja hoor. Dat moet vaker gebeuren. De natuur heeft het eenmaal zo bepaald dat de vrouw monogaam is en de man polygaam. Ho, je moet er even bezwaar aantekenen. Monogamer geloof ik. Ik denk dat mannen zich, mag ik even een persoonlijke mening ingooien? Ja. Ik denk dat vrouwen zich niet zo laten bedotten door mannen. Die gaan niet naar een gigolo omdat ze denken, hij zit hier een toneelspel op te voeren en ik denk daar niet in. En mannen interesseert het niet, die denken, oh ja, ik weet ook wel dat ze het alleen maar doen omdat ze geld krijgen. Is dat het niet? Dat is al niks. Nee, maar luister nou eens. Nee, jij ziet mee. Ook wel eens een wereldmooie gozer waarvan je denkt van die zou ik wel eens even willen vernasje. Desnoods in de play. Hè? Ik bedoel... Ja nou, dan doe het dan. Doe het dan? Ja, of bestel hem eens als dat kan. Zou jij een herenclub gaan exploiteren? Ik heb het zelf geprobeerd. Ik ben verleden jaar ben ik 2 maanden ben ik open geweest in de weekends. Heb ik 4 hele leuke jongens aan het werk gehad. En er zijn 2 dames geweest. Ja, dat was ik. In Thailand of in Nederland? Onder andere. In Nederland? Maar het werkt gewoon niet in Holland. We kennen jongens achter de ramen gezet. Nou, in Rotterdam is er ook weer een raamprostituut begonnen met jongens. Nou, ik ben er zelf nog niet geweest om te kijken of het werkt. Nee, maar je moet dat op escortbasis doen. Duidelijke zaak. Maar dat werkt ook niet. Waarom? Waarom? Jullie gaan toch ook die drempel over? Ja, maar de schaamte bij vrouwen is nog 10 keer groter. 14 jaar heb ik een escortbureau gehad. Ik heb ook jongens in dienst gehad.
Ik denk dat nog geen 2% van de jongens werk hadden in verhouding met de dames. Dus het was een ook bedoeld. Het loopt niet. Loopt niet. Die vrouwen willen dat niet. Maar zolang een vrouw de geld niet kan verdienen, waar zou ze er geld voor gaan betalen? Ja. Denk ik ook wel eens. Ja. Ja, wij kunnen dus gewoon de kroeg in, hè, dan is dat voor elkaar. Ja. Maar goed, nou, dat zijn de redenen om prostituee te bezoeken zijn. Kan jij dat, onder andere geilheid, spanning, eenzaamheid, machtswellust en soms zelfs vrouwenhaat. Daarover meer na de reclame. Tot zo. Welkom terug. Ik ga even een knuppel in het hoenderhok gooien. Ah. Tijdens een hoerenbezoek rekenen mannen af met alle overheersende vrouwen die hun pad hebben gekruist. Gerrit. Wat vind jij van dominante vrouwen? Nou, mijn moeder was een nogal dominante type. Dus ik kan hem natuurlijk makkelijk de schuld geven. Doe maar. Maar nee, daar ben ik inmiddels toch redelijk mee in het rijden gekomen. Maar dat ligt een beetje anders. Kijk, het punt is dat mannen kunnen affectie en erotiek niet met elkaar vermengen. Dat is net zoals de jachtluipaard die het niet kan doen met een vrouwtje wat hij kent. Hè? Dus een vreemd vrouwtje, dat is altijd aantrekkelijker dan een bekend vrouwtje. En dat is waarschijnlijk ook een reden dat wij mannen, als we een relatie hebben die wat de mist in gaat, dat we dan dus bijvoorbeeld naar de hoeren gaan. Maar wat je nu net zegt, dat zou betekenen dat je ook naar de hoeren gaat als je wel een relatie hebt. Want een vreemd vrouwtje. Ja, ik wel. Ja, ik wel. Jij wel. Ja. Vincent, is een vreemd vrouwtje altijd aantrekkelijker? Ja, god, het avontuur trekt natuurlijk, geldt voor iedereen. Als je een prachtige blondine thuis hebt, dan wil je ook wel eens met een mooie negerin naar bed. Maar vertel eens, wat gaat er door dat kopje om als jij die deur uitloopt? Daarna. Die deur uitloopt? Ja, vlak daarna. Ik ben 500 kwijt. Gerrit kan er niet om lachen. Gerrit? Nee. Kijk, we zitten hier niet voor de kats en kut, hè? Nee. Ik bedoel, we zitten hier ook niet voor goedkope verhaaltjes. Kijk, ik zit hier eigenlijk omdat ik probeer een aantal mensen, en dan met name voor het scherm, tot enig nadenken te brengen. Dat soort mensen zijn te moeilijk bezig en die maken er allemaal vraagstukken van, die schrijven er boeken over. En jij neukt gewoon een eind weg. Ja, nee. Hij neukt een eind weg. Om het even maar te zeggen. Sorry, ik knip hem eruit. Ja, maar bij jou is het een aanvulling en bij Vincent en Gerrit is het geen aanvulling. Is het de noodzaak? Voor hun is het de noodzaak. Nou ja, dat zeg jij nu. Ja, is dat zo ik, trouwens? Dat vind ik. Nou, want voor mij is het wel een beetje. Ja. Kijk, zeker bezig. Als je je natuurlijk weer eens profileert in zo'n programma als dat van jou, dan moet je nog maar dan ben je niet, bepaald niet de eerste keus als een aardige vriend, nietwaar? Kun je niet mee voor de dag komen. Nee, is dat zo? Nee, dat is een trieste kant van eigenlijk, mijn bezigheid. Eigenlijk is het krankzinnig dat er eigenlijk een programma over wordt gemaakt. Het is, je doet niemand te kwaad mee. Nee. Je doet het allebei vrijwillig. Het is een zakelijke overeenkomst. Ja. En er moet eigenlijk een heel programma aangeweid gaan worden. En dat kan ook nog we hebben het helemaal niet over. Maar ik bedoel, het is zo geladen nog steeds in onze Calvinistische maatschappij. Ja. Ja. En eigenlijk zou het gewoon geaccepteerd moeten worden. Het belangrijkste, vergeet mij meestal. Ik heb een heel interessante stelling van Vincent. Hier mag ik even. Trouwen of een hoer bezoeken is hetzelfde. Beide is een zakelijke overeenkomst. Ja. Ja. Contract. Nee. Kun je dat even uitleggen? Nou ja, maar trouwen is geregeld in de wet. En de wet regelt alleen maar de economische aspecten. En de kinderen. Ja, maar het wordt niets van liefde of affectie. Nee, dat hoeft niet. Ben je ook helemaal niet verplicht. Je bent wel elkaar financiële steun verplicht. Ja. Maar voor de rest niets. En mijn beroep is financieel-economisch journalist. En de afgelopen 27 jaar heb ik mij steeds meer verdiept in de vraag, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de betaalde en onbetaalde liefde? En ik werd steeds radelozer, want ik zag geen verschillen meer. De goedkoopste liefde is de betaalde liefde. Want wat wij dan de onbetaalde liefde noemen, dat is veel en veel duurder. Want hoeveel vrouwen blijven niet maar thuis? Maar wie ga jij dan in een romantisch duimpannetje liggen in de zomer? Ik versta je vraag niet. Met wie? Met wie ga jij romantisch in een duimpannetje liggen deze zomer? Oh, niet zo flauw. Nee, maar jongens, wacht nou eens even. Nee, maar kijk, dat mis ik dus. Jij maakt een fout, wat? Vind ik. Ik vind, je moet niet minachtend over de liefde praten. Nee. Want ik neem
allemaal aan dat wij die hier zitten ooit verliefd zijn geweest en misschien ook gevoelens van liefde hebben gehad. En hoe dat nou precies was, dat hoeft hier helemaal niet worden te opgelepeld. Maar we weten dat dat nog iets is wat mensen samenbindt. Al dat gesodemieter, relaties, huwelijken en wat voor flauwekul, helemaal niet nodig. Reactie. Geef mij maar natuurlijke kinderen, bij wijze van spreken. Ja, ja, oké, okay, nou, reactie. Nou, ik hoor hier de hele tijd over het financiële. En er zijn dames, deze dames, die doen het dan met een glimlach. En die zijn er gelukkig mee, maar er zijn ook mensen die bepaalde noden hebben en die dat werk moeten doen. Er zijn er ook bij die gedwongen worden. Maar daar hebben we het niet over. Daar hebben we het nou niet over. Nee, het gaat dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Het gaat er gewoon om dat het zoals die meiden die hier zitten, die doen dat, nou uit volle overtuiging zou ik niet zeggen, maar gewoon, ze weten waar ze mee bezig zijn en het is een eerlijke deal. En verder geen gelul. Maar kan je dat zien? Verder geen gelul. Dat vind ik nou belangrijk dat je dat zegt. Wat is... Wat? Nee, maar, Vincent en Gerrit, luister nou eens even. Houd nou eens even hier zitten. Ik vind hem best wel degene. Nou ja, u weet wel wat ik bedoel. Waarom is dat hoerenbezoek veiliger voor jullie dan een echte relatie? Omdat een hoer mij nog nooit pijn heeft gedaan. Al die vele tientallen. Mag u even uitspreken? Dat hoor je toch? Nee, ik wil Vincent even laten uitspreken. Alsjeblieft. Terwijl al die tientallen vriendinnen die ik heb gehad, die onbetaalde relaties, die zijn allemaal buitengewoon pijnlijk afgelopen. En op een gegeven moment moet er iemand de verstandigste zijn. En dat was ik. Ik doe het niet meer. Ja. Nee, ik doe geen pijn meer. Ja, ook dat. Precies. En wanneer, Gerrit, en nou die vraag over die nou, duimpan. Ik zeg altijd, ik ben liever alleen dan dat ik een ander, nou zoals jij zegt, pijn doe. Ben je een vrouwenhater of zo? Wat zeg je? Ben je een vrouwenhater of zo? Helemaal niet. Nou, dat je zegt van pijn doet. Nee. Het is wel. Maar seks in de relaties denk ik gewoon heel wat anders. Als ik een relatie zou hebben, dan zou ik. Het lijkt wel de toren van Babel, zeg. Ja. Anders zien dan met een prostituee. Prostituee weet je gewoon, van daar kan je een kwartiertje mee zitten kletsen en is gezellig, maar uiteindelijk wil je gewoon die wip maken. Als je een relatie hebt. De kans zijn dat je het heel gezellig hebt gewoon met elkaar knuffelen. Gewoon of lekker met elkaar praten. Zonder dat daaruit voortvloeit van ik moet ook met jou de koffer in. Dat is verschillend. Dat is gewoon twee verschillende dingen. Daar kun je toch ook gewoon vriendinnen voor hebben? Ik heb een hoop vriendinnen. Ja. Maar ik ga er niet mee de koffer Wat in. Wat zijn dat voor vrouwen, die vriendinnen van jou? Wat zijn dat voor ja, ze zijn nogal verschillend eerlijk gezegd. Blind. Nee, maar ik heb gemerkt dat jij in de telefoongesprekken met de redactie heb je zelf gezegd, ik hou niet van dominante vrouwen. Heb ik dat gezegd? Ja, heb je tegen mij persoonlijk gezegd, ja. Oh. Want ik heb toen nog gebeld om te zeggen, ik ga heel aardig tegen je doen. In een relatie? Ja. Nee, natuurlijk niet. Je moet, als het kan, op ongeveer een gelijkwaardig niveau zitten. Maar je bent toch een verbaal wel goed mens? Ik bedoel, het zit toch allemaal goed in die bovenkamer? Waarom kun jij geen relatie hebben dan? Ja, dan zou ik mijn psyche eens even moeten raadplegen. Maar daarnet zei je in een relatie dat ook als je een relatie zou hebben, toch ook naar de hoeren gaat. Ja. Nou heb ik geen van de heren nog één keer gehoord van, dan hebben jullie misschien bepaalde andere behoeftes. Dat jullie niet tegen je partner kunnen zeggen of er niet voor uit willen komen. Oh, nou laat ik dan even duidelijk zeggen, als ik al die periode van samenwonen bij elkaar optel, dan kom ik over de 10 jaar. Mm. En in die periode ben ik nooit naar de hoeren gegaan. Maar deze over seks had ik niks te klagen in die relatie. Maar de tweede meneer van links zei, ook al heb ik een relatie, zou ik toch naar de hoeren gaan. Ja. Ja, ik blijf nieuwsgierig naar andere vrouwtjes, ja. Om het even plastisch uit te drukken. Dat heeft toch dan niets te maken met naar de hoeren toe te gaan? Elke man is een potentiële hoerenloper. Nou, of hij is er een. Of hij is er gewoon een. Ja. Is dat zo? Elke man... Nee, niet elke man. Ja, potentiële. Nee, dat is niet waar. Jij weet net zo goed als ik dat je ook mannen hebben en ik ken ze, die dus... Die het niet doen, maar die zouden zeggen, misschien wel willen. Nee, sommigen zijn zelfs om bepaalde redenen bij hoeren geweest, maar zeggen van, moet je luisteren Gerrit, dit past niet in mijn straatje. Dat kan. Bij mij moet er meer bij zijn. Nee, maar ze zijn dus wel een keer geweest dan. Nee, nou... Dat had een bepaalde reden misschien. Kijk, jullie komen nou in beeld. Jullie komen er eerlijk voor uit. Oké, heel veel respect voor jullie. Maar er zijn zat mensen, ik denk misschien wel 60% van de mannen die dus naar de hoeren gaan. Dat 80. Er een stukje, misschien wel 80% is getrouwd. Dat er een stukje anonimiteit bij moet blijven. Want niet iedereen loopt daar zomaar te koop mee.
Houdt de prostitutie huwelijken in stand? Ja. Ja. Ik denk het wel. Het is nog de enige steunbeer die het huwelijk kent. En ga staan. Mijn ervaring is het heel... absoluut niet, want je doet je vrouw gewoon tekort door zelf. Maar mag ik eens vragen, wat is jouw ervaring dan? Ja. Mijn persoonlijke ervaring, ja, ik heb er echt mee te maken gehad. Vertel eens. Ik ben ermee getrouwd geweest en ook weer gescheiden. Jij bent getrouwd geweest met een man die naar de hoeren ging. Ja. En heeft hij je eerlijk niet kunnen redden? Heeft hij nooit eerlijk gezegd. Dus die eerlijkheid, punt 1, is ook in het gedrang gekomen. Ja. Punt 2, financieel is hij in het gedrang gekomen. Maar punt 3, je doet je eigen vrouw absoluut tekort. Hoe zit dat met die eerlijkheid? Moet je dat zeggen? Ja, ik vind dat je in een relatie eerlijk moet zijn. Stel je voor dat het uitlekt. Nee, dus nee, ben ik beslist niet met je eens. Ja, ja nou, ik was nog niet uitgesproken. Gerrit. Ja, dan gaat Gerrit me ook nog onderbreken. De eerlijkheid is inderdaad minder erg dan het sneaky achter de gordijntjes. Ja, ja. Doe kom er dan voor eerlijk vooruit te gaan met z'n tweeën naar een club. Of zeg tegen je vrouw, ik ga lekker naar de hoeren. Ga jij ergens anders voor mij wat in een beauty farm laten verwennen? Of, ja, nee, maar er zijn ook ware clubs, dus daar kan je prima, heel makkelijk naartoe of gaan. Niet als die vrouw geen behoefte heeft aan seks, moet ze dat zelf weten. Maar niet sneaky. Jezelf laten verwennen en dan je vrouw tekort doen. Financieel, aan aandacht, seksueel en eigenlijk het hele huwelijk. Elke man die weet best hoe ver hij kan gaan in de gesprekken met zijn eigen vrouw. En hoe hard het zal aankomen. Door die verslaving en blijkbaar niet. Mocht je als man weten, dit kan mijn vrouw niet aan, deze wetenschap, dat ik naar de hoeren ga. Dan zou ik zeggen, ga dan maar liever naar de hoeren dan dat je gezin met jonge kindertjes precies, in de steek laat. Waar praten die mannen nou over bij jou? Want 80% van de hoerenbezoekers zijn getrouwd. Waarvoor komen ze bij jou? Ja, het is heel verschillend. Met getrouwde mannen merk ik vaak toch wel dat het om bepaalde seksuele handelingen gaat die waar vrouwen geen zin in hebben. Ik kom ook getrouwde mannen tegen die bijvoorbeeld van travestie houden. Mm-hmm. Waar zo'n vrouw totaal niet in mee kan gaan. Die vindt het vreselijk dat die man dat wil. Mm-hmm. Nou, moet je dan maar daarom gaan scheiden? Laat hij lekker bij mij een uurtje lang die wens uitleven. Hij mag mijn kleren aantrekken, ik wil hem opmaken. En daarna ga ik de deur weer uit en die man is weer tevreden. Misschien blijft dat huwelijk daardoor wel in stand. En privé kwets je niemand. Ja. Wat zijn nou typische dingen waar die vrouwen over het algemeen niet doen, waarvoor ze naar de hoeren gaan? Ja, krijg je weer zo'n rijtje. Ja, maar ja. Dat is het belangrijkste. Soms orale seks. Ja, maar niet één van de heren heeft dit gezegd, waarom dat ze naar de hoeren gaan. Nee, maar het is heel simpel. Ik heb geen vaste vriendin. Bijvoorbeeld. Maar daarnet zei u, als u wel een relatie had, zou u ook naar de hoeren gaan. Ik ken mezelf lang genoeg om te weten dat wanneer ik op een gegeven moment een leuk meisje achter de ramen zie, dat ik dan nieuwsgierig word en die drempel is dan niet groot om binnen te stappen en eens eventjes een team kennis te maken. Nee. Nico, eens een hoerenloper altijd een hoerenloper, is dat zo? Als je er eenmaal mee begint, dan... Ja, ik denk het wel, ja. Ja, volgens mij wel. Als het eenmaal te ijs gebroken is, zeg maar. Je hebt dan zelf je taboe doorbroken. Dan blijf je wel... Maar bij mij is het wel zo. Ik heb dan tijdens mijn relatie, dat het nu dus heel slecht gaat, ga ik weer wel. Maar voordat die relatie begon, ging het dus wel. En tijdens de eerste 5 jaar niet. Dus dat kan wel een tijdelijke stop in zijn. Maar zodra het meteen slechter gaat met de seksueel relatie, dan begin je weer. Ja, ging het seksueel slecht of helemaal slecht? In totaal, ja. Dat vind ik een beetje makkelijk. Ja. Kijk, als je een relatie hebt, dan denk ik gewoon, als daar dingen niet goed zijn, dan moet je dat proberen uit te werken. Ja. Maar niet van, het lukt niet, dan ga ik maar naar de hoer toe. Dan denk ik gewoon, dan moet je proberen het uit te werken, of je moet een punt achter zetten. Van het lukt niet met elkaar. Ja, maar stel nou alles lukt, behalve die seks, hè? Die vrouw heeft daar niet zo'n zin meer in. Ja, ik denk toch niet dat het hoofdpunt moet zijn. Nee, dat zeg ik ook niet. Reactie? Met die stelling eens... Veel dichterbij, zo horen we niks. Met die stelling eens een hoerenloper, altijd een hoerenloper ben ik het niet eens. Hoe vaak hoor je niet dat mannen in de jonge jaren heel vaak naar de hoeren gaan en als ze eenmaal getrouwd zijn, nooit meer heen gaan. Dat hoor je toch ook heel erg vaak. Die zeggen dat ze niet meer gaan. Nee, ik weet dat ook. Het kan wel, maar... Het komt voor. Ja, ik ken ook niet alle mannen zijn hetzelfde. Getrouwd zijn met een hoerenloper en heel gelukkig daarin zijn geworden. Wat zeg je? Het komt ook voor dat meisjes vanuit een club trouwen met een hoerenloper, verliefd worden op elkaar. Jij bent wel eens verliefd geweest, Carlo? Ik ben wel eens verliefd. Nee, het is mij nog nooit gebeurd. Ik wacht daar nog steeds. Maar je wacht nog steeds op die ene perfecte klant. Ja. Nee, maar het komt wel voor dat meisjes verliefd kunnen worden op een klant en wederzijds. En dat daar toch wat uitgroeit en daar
Ja, ik ken meisjes bij ons uit de club, die zijn getrouwd. Die zijn nog steeds hartstikke gelukkig. Maar zijn ze dan gestopt of zijn ze door? Ze zijn gestopt en ze gaan gezamenlijk gaan ze clubs af. Ja, en om aan de seks te komen samen. Ja. Moet je een beetje over seks zijn om dat te doen? Kijk, zij zijn over seks, hè, dat is duidelijk. Nee, want dan zou je trouwen. Als je trouwt, dan ben je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van seks verzekerd. Oké, okay, is dat zo? Jij hebt een heel vreemd beeld van het huwelijk, Vincent. Daar moet je een boek over schrijven. Het volgende boek. Ik ben 23 jaar getrouwd geweest. En ik was echt niet over bezekst en mijn vrouw ook niet, hoor. Nee? Nee, hoor. En ik had ook in die tijd ook nagenoeg geen behoefte. Ik zal niet zeggen dat ik af en toe niet eens keek, maar ik had en geen Gerrit, behoefte. En Gerrit, ben jij een beetje over seks? Om te gaan naar een publieke vrouw. Alles is relatief. Maar ik ben inderdaad een regelmatige bezoeker van pornozaken. En ik heb een behoorlijke erotische verzameling. Ik zei straks nog even iets leuks laten zien. Dat heb ik gisteren op de kop getikt. 14e eeuw, mevrouw. Peter, hoe zit het met... Ja, sorry Gerrit, dat ik je onderbreek, maar ik moet ze afronden. Peter, is er leven zonder seks? Nou, seks, dat is niks. Ik denk niet dat ik maanden droog zou kunnen staan. maar het is niet... ik vind het een beetje gek om te zeggen van als je dus getrouwd is, dan zou je over seks zijn, omdat je dan dag en nacht aan denkt. Dat is onzin, ik bedoel. En ook zonder dat je getrouwd bent of een relatie hebt, dan zijn er ook nog allerlei andere aspecten van het leven die ook heel interessant zijn. Maar seks is er één van. En als je dat niet in een vaste relatie kwijt kunt... Maar voor jou is het dan... nu een hele goed alternatief voor die relatie die je mist? Ja, op het moment dat ik een vaste relatie heb, dan zou ik absoluut ermee kappen. Zou je ermee kappen? Ja, dat zou ik niet samen laten gaan. Nou, daar ben ik niet echt van overtuigd. Nou ja, okay. Ja, ik vind dat hij een heel eerlijk gezicht heeft. We gaan afronden. Alle heren en wellicht dames ook die het hoerenlopersreglement nog eens goed willen bestuderen, die nodig ik uit om pagina 273 van RTL Tekst erop na te slaan. Daar vindt u ook andere informatie over deze uitzending. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Lief en Leed.